Patrick Loenen, na de wedstrijd, bekerwedstrijd DVS IJsselmeervogels. We hebben 90 minuten gevoetbald. We hadden er denk ik nog wel 90 kunnen voetballen, maar hij ging er niet in vandaag. Dat zat ook niet helemaal mee misschien in de eerste fase. Maar ja, ik had toch het gevoel dat we een beetje tandenloze tijger waren bij Tijtenweilen. Hoe kijk jij terug? Ik deel wel je mening dat de momenten dat we vooruit komen, dat we in de buurt van een 16 komen, dan valt het net niet onze kant op. Is dat dan pech? Zit het dan niet mee? Is dat kwaliteit? Ja. Zij hebben ook geen momenten gehad. Alleen zij komen twee keer gooien ze er een bal erin. En die valt wel voor hun voeten. Ja, één cadeautje, tweede helft van ons, denk ik. Jezelf van de kook, ja. Weet je, gewoon de laatste 6-7 minuten hebben het iets zwaarder. Krijgen ze wat cornerballen, gooien ze wat ballen erin. Nou, die eerste goal werken wij weg. Dat is een simpele regel, dat als je de bal naar de zijkant brengt, moet je zo snel mogelijk daar druk op hebben. Ik weet niet wat dat is. Dan wandelen we er naartoe en dan komt de voorzet weer terug. Die komt weer terug en die valt weer bij hun. Ja, die valt erin, ja. Terwijl we zelf denk ik 3 momenten hebben gehad waarvan 1 mega kans. Van ja, Owen Muller, kopbal. Ja, dat was het voornaamste denk ik van de eerste helft. DVS met de meeste mogelijkheden en dan IJsselmeervogels wat dan toch doorbijt. Zonde. Ja, weet je dat. Als Owen Mulder die bal maakt, ja, dan bijten zij misschien niet door. Dan zijn we met een vervelende gevoel. Ja. Ik denk dat we als we kijken naar de eerste 4-5 weken van de competitie. En vandaag klinkt stom heel veel dingen goed gedaan. Ja. Dat denk ik echt, want we hebben weinig weggegeven. Zij speelden 4-4-2, we hadden ze volledig onder controle. Ik denk 90 minuten lang. Alleen wedstrijden worden beslist in momenten. En dan zijn wij een aantal momenten heel naïef geweest. Die killen ze 2 keer. En wij, misschien is dat ook wel naïef in de laatste fase. Ja. Dat wij niet echt, wat jij zegt, doorbijten. Maar wat is dat dan? Ja. Kijk eens, Owen Muller, is dat bijten als hij die bal erin kopt? Nou ja, je voelt het soms ook een beetje aan dat zo'n IJsselmeervogels in zo'n laatste fase denkt om de donder. Dat ding dat gaat er nu gewoon in. En je kan ze de inzet niet verwijten. Want volgens mij hebben ze keihard geknokt met z'n allen. Maar het is wel een beetje wat bij DVS al... het is niet voor het eerst, zeg maar. Ik heb ook genoeg wedstrijden gezien dat je goed voetbalde, dat je de finale vanaf ging, hè, dat je het liet lopen. Ik vind wel dat mijn ploeg er alles aan gedaan heeft. Absoluut. En hebben ze gekregen, hebben ze niet gekregen wat ze verdienen? Ja, weet ik niet. Ja, dat is ook, die calls zijn ook hele nieuwe momentjes. Ja, dat doe je jezelf ook een beetje aan. Want kijk, dat doet ook iets met ons. Hè. Net voor rust krijg je hem tegen. Nou, we hebben een goed plan de tweede helft. We zouden na een kwartier eventueel met 3 achterin gaan spelen. Terwijl we de wedstrijd volledig weer onder controle. Ja, dan krijg je die 2-0 om je oren. Dan word je ook een beetje moedeloos van als ploeg. Dan valt het niet jouw kant op. Dan moet hij een keer vallen. Ook al is het in de 83ste, 84ste minuut. Dan is alles weer anders. Maar ja, dat gebeurt dan niet. En of dat pech is, dat denk ik ook niet. Ja. Nee, ja, als je kijkt in de afgelopen zaterdag, goede eerste helft. En dan eigenlijk zet je die eerste helft van de afgelopen zaterdag de hele wedstrijd nu wel door. Geeft dat dan ook misschien ergens wel weer perspectief voor de komende weken? Zie je dat positief? Nou, ik heb net tegen de jongens gezegd, ze hebben er geen reet aan. Als ik zeg van... Ik had heel emotioneel kunnen worden naar de wedstrijd. Hè? Dat ik boos ben en we hebben het weggegeven en dit is kut en dat is kut. Dan doe ik ze tekort. Ja. We hebben een paar naïeve momenten gehad en daar zijn we op geslacht. Maar als ik dan heel emotioneel alles ga roepen, dan doe ik heel veel andere dingen tekort. Want ze hebben er echt alles aan gedaan. We hebben de eerste 35 minuten echt wel goed gevoetbald. Ja. Juist op mijn druk gegeven, we hebben kansen gehad. We zijn gevaarlijk geworden, zij helemaal niet. Het zou niet fair zijn. Dus als ik kijk naar... We hebben hier ook wel eens anders gestaan. Dat zeker. Ik helemaal niet tevreden was over... Ja, dus daar hebben we wel echt een paar stappen in gemaakt. Ja. Dus dit biedt zeker perspectief. Alleen, ja, ik weet niet of... Ja, je voetbalt zelf ook, Mike. Ja, of... ik ben het even kwijt. Dat voelt nu niet zo voor hun. Nee. Maar ik kan ook niet... ik heb ook misschien niet veel zin om boos te worden. Hoe zorgen we ervoor? Zaterdag spelen we tegen Hoogeveen. Dat is geen... Ja, de competitiegenoten, maar het is niet een club van naam zoals vandaag IJsselmeervogels. Dat ze dan weer, ja, daar moet je eigenlijk gewoon 3 punten pakken. Nou, je 3 punten is, kijk, resultaat is vaak een gevolg van wat je doet. Mm-hmm. Niet altijd, vandaag doen we ook een hoop dingen goed, maar je wordt gestraft op de dingen die je verkeerd doet. Ja. Maar we hebben natuurlijk niet de luxe als we op onze ranglijst kijken dat wij even kunnen zeggen, wij moeten naar Hoogeveen en dat wordt een snipperdag. Dat kan toch niet? Nee. Dus ja, en juist dat bedoel ik, dezelfde inzet die je vandaag toont. Ja, dus daarom naar vandaag kijkend, als je dit iedere week op de mat legt, ja, dan zijn wij natuurlijk gewoon een van de betere ploegen, dat denk ik. Alleen, daar hoort ook wel naïviteit uit. Dat moet eruit. En we moeten momenten killen. We hebben veel nodig om een goal te maken. Ja, Stef Nijland, veel aan de bal in de tweede helft. Die had
sowieso denk ik de meeste balcontacten van alle 22 spelers. En ja, juist daarvoor, nou ja, is jammer dat het dan net in die laatste fase... Ja, ja. Kijk ook Jorik 3 keer, die slingert hij de 16 in hard over de grond. Ja. Dat valt allemaal bij een rood-witte. Ja, is dat dan pech? Ja, dan zit het ook niet mee. Nee. Weet je, maar anderzijds... Het verrast ook niet helemaal. Nee, dan moeten we zorgen fase. Dat we daarmee heel veel geel-zwart hebben. Ja, ja. Dus ik weet niet. Ja, ja. Maar kijk waar we 3 weken geleden stonden. Zo is het ook. Toen hadden we het nog over hele andere dingen. Ja. Ja. En nu hebben we het al over de laatste fase. Ja. En we geven vandaag eigenlijk, wat geven we nou weg? Ja, de eerste is een voorzet. En de tweede, die geven, dat is een assist van ons. Van die geven ze, ja, maar ja. Voor de rest hebben ze ook niks gehad. Maar ja, je verliest met 2-0. Maar het heeft voor mij nu niet zoveel zin. Het doet ook geen recht aan de wedstrijd als ik hier de boel ga dramatiseren. Dat zou niet fair zijn. Je ligt uit de beker, wat heel jammer is. Ja. Maar... Nou, laten we dan zo afsluiten. Het bekeravontuur zit erop, maar we gaan verder bouwen op de positieve punten zaterdag tegen Hogeveen en de weken daarna. Dus, ja, maar dat was er natuurlijk wel. Hè. Ik ging met een goed gevoel naar de wedstrijd. Dan had ik misschien met een minder goed gevoel 2 weken geleden naar deze wedstrijd gegaan. En het is ook achteraf wel terecht geweest dat we met een goed gevoel naartoe gingen. We hebben een hoop dingen goed gedaan. Alleen we liggen eruit. Maar ja, dat is voetbal, hè. 2 keer niet opletten en alleen in het mandje. Nou, gaan we zaterdag weer opletten en op naar de 3 punten. Dankjewel voor nu. Helemaal goed, vriend. Yes. Yes.